Goedemiddag. In het kader van de zendtijd voor de kerken kunt u nu kijken naar een kerkdienst van de gereformeerde kerk vrijgemaakt in Enschede. Voorganger is dokter R.H. Bremmer en organist is de heer G. Nuis. Namens onze gemeente een hartelijk welkom aan alle die meekijken en meeluisteren met deze dienst. Wij wensen u daarbij veel zegen. Verhef nu uw harten tot God. Onze hulp is in de naam van de Here, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Here Jezus Christus. Amen. Gemeente, ons eerste lied in deze dienst is uit Psalm 18, de versen 1 en 14. Wij doen u met de Kerk der Eeuwen
belijdenis van het heilig, algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Door in te stemmen met de 12 artikelen des geloofs, die wij samen zingen met gezang 6b. Laten wij nu samen de Heere bidden. Heere onze God, wij danken u eerbiedig dat wij u vanmiddag opnieuw in uw huis mogen ontmoeten. U komt tot ons met de levende verkondiging van uw evangelie. En wij mogen naderen tot u. Door Jezus Christus, die dood, graf, zonde en duivel heeft overwonnen. Was ons, Heere, in de fontein van zijn bloed. En vernieuw ons door de kracht van uw Heilige Geest. Heere, wij danken u dat velen deze dienst mogen meemaken. Over de televisie en zo bij ons zijn. Laat er zegen van uitgaan. Open oren en harten voor uw boodschap. Maak ons blij door uw evangelie.
help ons bij het spreken en bij het luisteren. En laat heel deze dienst zijn tot lof van u de Vader en van u de Zoon en van u de Heilige Geest. Amen. Gemeente, ik lees met u de Heilige Schrift uit het boek Jozua. Daarvan het tweede hoofdstuk, de eerste 15 versen. Jozua 2. Jozua, de zoon van Nun, zond van Sittim heimelijk 2 verspieders uit. Met de opdracht, gaat heen, neemt het land in ogenschouw en Jericho. Zij gingen dan en kwamen in het huis van een hoer, Rahab geheten, waar ze gingen slapen. Toen werd de koning van Jericho gemeld: zie, er zijn vannacht mannen gekomen van de Israëlieten om het land te verkennen. De koning van Jericho zond erop een boodschap aan Rahab: lever de mannen uit die tot u zijn gekomen, die uw huis binnengegaan zijn, want ze zijn gekomen om het hele land te verkennen. Maar de vrouw had de beide mannen genomen en hen verborgen. En ze zei: zeker, die mannen zijn tot mij gekomen, maar ik wist niet van waar ze waren. Toen de poort bij het invallen van de duisternis gesloten zou worden, zijn die mannen weggegaan. Ik weet niet waarheen die mannen gegaan zijn. Jaag hen snel achterna. Voorzeker zult gij hen inhalen. Ze had hen echter op het dak doen klimmen en hen verborgen onder de vlasstengels die ze uitgespreid had liggen op het dak. Die mannen nu jaagden hen achterna in de richting van de Jordaan, naar de doorwaadbare plaatsen. En men sloot de poort zodra de achtervolgers eruit gegaan waren. Voordat ze echter gingen slapen, klom ze tot hen op het dak en zei tot de mannen: ik weet dat de Heere u het land gegeven heeft en dat de schrik voor u op ons gevallen is, en dat alle inwoners van het land voor u sidderen. Want wij hebben gehoord dat de Heere de wateren van de Schelfzee voor uw ogen heeft doen opdrogen, toen gij uittoogt uit Egypte, en wat gij gedaan hebt aan de beide koningen van de Amorieten aan de overzijde van de Jordaan, Sihon en Og, die gij met de ban geslagen hebt. Toen we dat hoorden, versmolt ons hart. En vanwege u bleef bij niemand meer enige moed over. Want de Heer uw God is een God in de hemel boven en op de aarde beneden. Nu dan, zweert mij toch bij de Heere, dat aangezien ik u een weldaad bewezen heb, gij ook aan mijn familie een weldaad zult bewijzen. En geef mij een betrouwbaar teken dat gij mijn vader en moeder, mijn broers en zusters en al de hunnen in leven zult laten en ons van de dood redden zult. Toen zeiden de mannen tot haar: wij staan met ons leven voor uw borg, indien gij deze onze zaak niet ruchtbaar maakt. Wanneer dan de Heere ons het land gegeven heeft, zullen wij u dankbaarheid en trouw bewijzen. Daarop liet zij hen met een touw door het venster naar beneden, want haar huis was gelegen op de buitenzijde van de stadsmuur,
zodat zij woonde op de muur. Hier eindigt de lezing van de Heilige Schrift. Gemeente, ik spreek u vanmiddag het woord van God uit ditzelfde hoofdstuk, Jozua 2, het laatste gedeelte van het 21ste vers. Daar lezen wij deze woorden. En zij bond het scharlakenkoord aan het venster. Wij zingen direct na de preek uit Psalm 87, de versen 3 en 4. Psalm 87, de versen 3 en 4. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, de Bijbel is een boeiend boek. Dat komt omdat hij voluit menselijk is en tegelijk goddelijk. In de Bijbel worden ons geen geïdealiseerde figuren getoond, maar mensen van vlees en bloed. Dat ziet u ook in deze geschiedenis van Rachab en de verspieders. De Bijbel zegt, zij was een hoer. Er zijn wel uitleggers geweest die dat een beetje proberen te fatsoeneren en wat minder ergerlijk te maken. Ze zeggen, ze was alleen een herbergierster. Maar de Bijbel wint er geen doekjes om. Dat woord staat er nadrukkelijk. De Friese dichter, Verder Schurer, heeft een heel mooi gedicht over haar gemaakt. En hij zegt, het is ook voor niet-Friezen begrijpelijk, zij was niet een blanke duif, maar een van een lichte brigade. En zo was het ook. De Bijbel is boeiend, hij is ook realistisch. En hij is tegelijk, gemeente, vol van evangelie, vol van blijde boodschap, ook in deze geschiedenis. Hij komt tot mensen, verloren in schuld, om ze van die schuld te verlossen. En daarin staat de Bijbel vierkant tegenover het doemdenken van deze tijd. Dat is eigenlijk heel verschrikkelijk, dat doemdenken. Dat zegt dat de wereld onherroepelijk op weg is naar een grote catastrofe die mensen maken gaan. En in het persoonlijke leven werkt dat ook door. Als je crimineel bent, dan blijf je crimineel. Als je aan drugs verslaafd bent, blijf je op dat standpunt verslaafd. Als je je geloof bent kwijtgeraakt, dan krijg je het nooit meer terug. Er ligt een doem over de dingen. Er is geen verwrikken of verlossen aan. En u komt hier, in deze geschiedenis, de Bijbel. En hij laat ons zien dat het evangelie van Jezus Christus dat doemdenken overwint. En wij zien dat, als wij erop letten, dat dit scharlakenkoord van Rachab een teken is van haar geloof, van haar hoop en van haar liefde. Gemeente, Rachab hield een logement. Gelegenheden van ontucht en logementen gingen in die tijd samen, zeggen de wetten van Hammurabi uit die tijd. Daar nemen twee verspieders van Jozua hun intrek. Dat leek ze een heel goede gelegenheid, daar zouden ze niet opvallen. Maar dat pakte anders uit. Het gerucht gaat al heel gauw door Jericho.
Er zijn 2 Israëlieten binnen de muren. En de koning van Jericho stuurt er zijn dienders op af. Ze moeten de verdachte gelegenheden uitkammen. En ze komen ook bij Rachab. Die heeft de bui zien hangen. Die heeft die mannen snel meegenomen naar het dak van haar woning. Een plat dak. Daar lagen een heleboel bossen vlas. En daar heeft ze die mannen onder verborgen. Je staat daar eigenlijk een beetje van te kijken. Waarom neemt ze het voor die Israëlitische mannen op? Waarom niet voor de koning van Jericho? Dat zal straks wel blijken. Als ze de mannen verstopt heeft en de contrapolitie van Jericho trekt aan de bel, dan stuurt ze ze met een schitterend kluitje in het riet. Ze zegt: oh ja, die mannen zijn wel bij mij geweest, jazeker. Ze zijn al lang vertrokken. Toen het donker werd, zijn ze de poort uitgegaan. En als jullie goed voortmaken, dan kun je ze misschien nog net inhalen. En de politie van Jericho verlaat haar huis. En dan gaat Rachab naar boven. Dan horen we, gemeente, wat er achter zat. Waarom ze niet de kant van de koning van Jericho, maar van die mannen koos. Je staat ervan te kijken wat voor een gesprek zich dan tussen Rachab en die mannen ontwikkelt. Ze valt meteen met de deur in huis. Ze zegt: ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft. En dat de schrik voor u op ons gevallen is. En dat wij allen voor u sidderen. Als u in uw Bijbeltje kijkt, dan ziet u dat het woord Heere hier met hoofdletters is gedrukt. Dat wil zeggen, dan staat er in het oorspronkelijk Yahweh, Jehovah, de God van het verbond, de God van Israël. Die kent ze dus. En ze kent ook zijn belofte. Het land is aan Israël al geschonken, in belofte. Ze geeft ook de motivering. Ze zegt: wij hebben gehoord dat de Heere u door de Schelfzee geleid heeft, toen u uit Egypte toogt. Dat was al 40 jaar geleden. De herinnering daaraan was nog niet weg. En uit de laatste tijd vermeldt ze ook feiten dat u Sihon en Och, de koningen van de Amorieten, en dat waren mannetjes putters, dat u die ook verslagen hebt. En dat de Heer uw God een groot God is, in de hemel boven en op de aarde beneden. U moet er eens op letten wat een fijne nuancering hier in haar woorden ligt. Ze zegt eerst: ik weet. Dan zegt ze: wij hebben gehoord. Ik weet. Dat is een geloofsweten. Dat onderscheidt haar van al die andere burgers van Jericho die het ook gehoord hebben. Als je ergens wilt zien dat geloven uit het horen is, dan hier. Uit wat ze gehoord heeft, heeft ze haar geloofsconclusie getrokken. De Heere
heeft u dit land gegeven. En dan gaat ze onmiddellijk door. En weer sta je te kijken van wat ze zegt. Ze zegt, zweer mij nu een eed bij de heren. Dat als jullie Jericho gaan bestormen, jullie mijn leven sparen zult. En voor mijn familie. Deze vrouw, die jarenlang had geleefd in de sfeer van leugen en criminaliteit en ontucht. Ze neemt een eed af bij de Heer, bij de God van Israël. Ze gaat met die God en zijn afgevaardigden in een trouwverbond. En die mannen zweren het haar. Die sluiten met haar een verbond. Je ziet hier heel duidelijk. Geloven is partij kiezen. Geloven kan nooit zijn heen en weer wapperen. Als je gelooft, kies je de partij van God. En van de zaak van God. En van het volk van God. En Rachab gaat nu aan die kant staan. Dat was haar religieuze keus. En dan zegt ze, ik zal jullie nu door het venster langs een touw naar buiten laten. U moet maar eens denken aan de huisjes in ons land die tegen een rivierdijk zijn gebouwd. De voorkant is binnendijks en de achterkant, als ze wat hoog zijn, is bovendijks. Zo was het met het huis van Rachab op de muur van Jericho. Ze had een venster naar de straatkant en ze had een venster naar de muurkant. Voor ze echter, die mannen, door het venster aan de muurkant naar buiten laat zakken. Zeggen die mannen, dat koort daar, vers 18, dat koort daar, dat zal voor ons een teken zijn. Dat koort moet je door het venster aan de muurkant laten hangen. Als wij straks komen om Jericho te veroveren. Uitleggers die het weten kunnen. Die zeggen dat zo'n scharlakenkoord, rood koord, het teken was van het beroep van Rachab. Dat hier gelegenheid werd gegeven tot ondeugd. Dat hing uit het venster aan de stadskant. En nu zeggen die verspieders, je moet het hangen door het venster aan de muurkant. Als wij terugkomen. Dat is het teken. Rachab liet ze zakken door het venster over de muur naar de veiligheid. En wat doet ze nu? Wacht ze tot Israël terugkomt? Wacht ze tot het leger van Israël Jericho gaat bestormen voor ze dat koord uithangt? Ze neemt dat koord. En je ziet het haar in onze tekst doen. Ze bindt dat scharlakenkoord aan het venster. Direct. Elk ogenblik dat ze ernaar kijkt, is dat voor haar een teken. Dat God komt. En dat haar verlossing als God komt